Zen. Goedemiddag. Middag. Allemaal. Wat hebben wij gekocht bij de Hoogvliet vandaag? Kijk eens, Binkje. Als het aan de kat lag, kocht ze wiskas. Dat is niet zeker. Maar. Ik ga het zo doen, hoor. Even dit afmaken. Oh, gemeen. Gemeen. En nog een wiskas. Ik zit wel zonder. Ja, dan koop ik er twee en dan zit ik toch ook weer zonder, hoor. Oh, ik dacht dat het weer twee voor één prijs maar. Een afmaakcadeautje, want morgen is het Koningsdag. Yes! En dan gaan we lekker uitgebreid ontbijten. Met tompoesje. We hebben ook een tompoesje, die hebben we nu al, want morgen is er niet aan te komen. Niet wat, hoe het hoort, want het is wel oud, maar goed. We hebben wel de beste tompoesje van heel Nederland. Precies. Nou ja. Toevallig. Dit is katerspek voor om de geitenkaasjes. Salade. Lekker. Van Marty. En een beetje rosbief voor Marty. Oei, oei. En hele lekkere kanzi-appeltjes. Oh, dat vind ik ook heel lekker. Ja, daar in de aanbieding. Ik voel heel mooi stevig aan. Okay. De fantastische pinda's. Oh, nee, hè. Eentje maar. Kan. Ja. Oh jee. Maar die zak verstoppen. Nee. Ik vind hem toch wel. Mayo. Bieten. Bieten. Rooie bieten. Gaan we weer voor de roze pasta. Nou, ja, dat zou ook kunnen, maar kan ook in de sla, hè. Boemboe voor nasi. Ik ben niet zo'n zakjes, maar dat wil ik dan nog wel eens doen. Deze is heel fijn, van de Hoogvliet. Oh, appelazijn. Als je bent, moet je die halen. Kost bijna niks en is een hele goede smaak. Siderazijn. Appelazijn. Ja. Uien. Een melkje voor de cappuccino. En volle deze keer, dat is beter, hè? Ja, dat is toch lekker. En die parkprocessen. Beetje plat. Beetje plat, dus een beetje onderop gekomen. Jonge bladsla. Ja, het is inmiddels oude blad, denk ik. En de lekkere, ja. Oude bladsla. Dat geeft niet. De lekkerste zakdoekjes ever. Hebben ze alleen daar. Yoghurt. En nog één. Je hebt gelijk. Ja, je bent er nou toch, hè? Ja, hoppa. Avocado. Eet rijpe avocado's. Zijn lekker. Digestief. En de tweede was voor de helft, dus die heb ik ook maar genomen. Je hebt gelijk. Voor die lekkere koek, hè? Toch wel ergens maar twee voor één prijs op te zetten en jij bent om. Daar ben ik om. Maakt niet uit wat het is. Absoluut. Ja. Honing. Rivella. En nog één. Hoppa. Pepsels, pinda pepsels. Is toch net iets beter dan chips. Oh, die is voor jezelf. Ellie. Die is voor mij, ja. Hm. En knoflookkaasje voor op een toastje. Tomaten in blik. Gewoon. Zo'n huismerk, hè, geloof ik. Ja, dat gewoon. Is hun huismerk, ja. Fisherman's Friend. Dit is ook de tweede gratis. Wat is dat? Onder de douche. Oeh. Ik heb twee lekkere luchtjes uitgekozen. Feta. Feta. Voor in de sla ook. En. En. Oh, klap op de vuurpijl. Ook van gewoon. Oh, je bent gewoon geweldig. Ach. Ik denk niet dat hij net zo lekker is als die van de Lidl. Dat kan bijna niet. Maar hij is wel goedkoper. Deze nog goedkoper? 74 cent. Belachelijk. Voor die hele reep. Kan toch nooit veel zijn? Nee, die van de Lidl is 1,5 euro. Maar die is wel heel goed, jongens. Duitsland heeft gewoon goede chocola. En wat kregen we vandaag van Too Good To Go? Ja, die was je vergeten, hè? Ja, die was ik vergeten. Dat is heel dom. Nou ja, laten we het er niet meer over hebben. Nee. Piepers, daarom is die zo zwaar. Het is een kilo. Zo. Al volgekookt. Ja, daar moet ik even over nadenken. Het zijn volgekookt, ja. Wat ik daarmee kan gaan doen. Opbakken, denk ik. Een maaltijdsalade. Zoals. En wel Caesar salads. Hmm. Met tomaten. Beetje gek. Maar geef me. We maken er wel wat. Ik heb er wel terug naar gehad. Ik zie ook iets leuks. Nou. Waarom die zo zwaar is. Ja, komt eraan. Oh, dit vind ik wel heel fijn. Een wokgroente. Vind ik altijd heel fijn. En. Nou. Een. Yoghurtje. Yoghurtje. Boerenyoghurt. Boerenyoghurt. Met een boerenyoghurt. Erbovenop. Hmm. Vind jij wel lekker, denk ik, hè? Ja. Doe je normaal niet, maar oh, dit vind ik ook heel met lekker. Met dolle boeren. Een blauw kaasje. Heel lekker. Het is een goede box, hoor, dit.
Dit is, oh, dit is ook een, deze ken ik ook, dat is ook een blauw kaasje. Dat is mascarpone met gorgonzola door elkaar. Dat noemen ze ook alweer. Oh, kan ik niet lezen. Nee, ja, ik ook niet. Dat is een speciale naam voor, dat is Italiaans. Dat is heel lekker. Je kunt ook door de pasta doen. Dat is echt heel lekker kaasje. Mascarpone, arrogant, gorgon en gorgonzola. Ja, maar er is een naam voor. Gorgonzola mascarpone staat erop. Ja, ja, nou, dat is het dus ook. Twee kaasjes. Oh, extra pittig. Kijk, hier toch is. Twee lumpia's. Lumpia's? Lumpia's. Zo. Dat is leuk. Grappig. Ik kan hem morgen wel eten. Die moet je zelf nog in de afpakken of zo, voor een minuut. En waarom is die dan zo zwaar? Een is dat? Ananas. Een halve ananas. Ananas? Een halve. Dat is grappig. Dat is toch leuk? Ja. Maar die moet je dan helemaal nog afpillen, dingen. Ja, dat wel, maar... Hoop werk. Wel leuk. Wel leuk, kijk eens, absoluut. Zo'n leuke box. Was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou. 8 artikelen. Niet slecht. Helemaal niet slecht. Dank u wel, Hoogvliet. We gaan even wat lekkers maken, niet hiervan, want ik had al iets in mijn hoofd. Wat gaan we maken vandaag? Wat ga je doen vandaag? Ik dacht, we doen iets oranje voor de koningin. De koning bedoel ik, sorry. Hoi. Want gisteren hadden we vlees en vis. Vandaag doen we vegetarisch. Couscous. Heb ik nog een beetje. Van de Lidl ook. Is fijne couscous. Couscous. Dit is niet zo veel, dus ik doe een half bouillonblokje. Anders wordt het te heftig. En een beetje ras el hanout. Want uit die keuken komt het. En dan water erop. Falafel, zie ik. Precies. Oeh, sorry hoor. Verklap ik het nou? Ja, nou zit je te verklappen. Je zet het water onder water, de couscous. En dan af en toe even roeren. En dan is die zo klaar. En ik eet daar dus falafel bij. Wat zijn falafel? Gaakballetjes? Maar dan van kikkererwten gemaakt. Oeh, natuurlijk. Ja, vegetarische zijde. Ja, vegetarisch. Oh, ja. Ook van de Lidl. Maar die wilde ik graag een keer proberen. Misschien... Je weet nooit precies wat voor kruiden ze erin doen. Misschien vinden we het niks, maar we kunnen het allicht proberen. Zeker. En daarbij doe ik even wat... Wat groentjes. Ja, wat groentjes. Inderdaad, nou zeg. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Nou ja, ik begin je te leren kennen zo lang van. Ja, dat zeggen de Belgen. Hè? Dat vind ik zo'n leuk woord. Groentjes, veggies. Groentjes. We have some veggies. Maak wel alles op, want... Anders... Dan blijf ik met restjes zitten. Dus ik doe niet te veel, zodat ik zeker weet dat ik alles opmaak. Ik begin met de harde dingen. Dus de ui en de wortel. Niet te hoog zetten het vuur. Dat is niet nodig. Gaat dat er allemaal in? Nee. Oh. Niet die hele courgette, want daar heb ik nog een ander leuk receptje mee. Als je dat wil zien, moet je zeker de volgende keer ook kijken. Dan heb ik een halve courgette voor nodig, dus ik dacht, dan doe ik nu die andere helft. Ik snap het. Je zit vol met plannen. Ja, maar drie wortels is ook te veel, dat heb ik al gezien. Dus deze doen we ook weer terug. En ik heb nog een halve paprika. En dan doe ik een paar tomaatjes erbij. En dan ook hier wat van die ras el hanout op. En dan laat je dat gewoon even lekker zacht worden. Een teentje knoflook doe ik ook nog erbij. Past ook heel goed, hè? Past. Vast en zeker. En als laatste avocado, maar die doe ik pas op het bord erbij. En die falafel, die is natuurlijk gaar. Dus die hoeft alleen maar warm te worden. Dus die kan je ook als laatste in de pan gooien. Beetje zout en peper. En ik heb nog een Spaans pepertje. Dat doe ik niet helemaal, want dat lijkt me iets te heftig. Gewoon even de punt. Er is, zag ik pas, nog hetere peper, of nog pittiger peper, hoe je het maar noemen wil. Zeker. Dan die Madame Jeannette, hè? Oh, Madame Jeannette, ja. Ik dacht dan deze. Dit is een soepel pepertje. Ja. Ik zou zeggen, die eet je gewoon zo. Nou, ga je gang. Zoiets doe ik.
is wel genoeg voor deze escapade. En Jamie steekt de rest van die peper altijd dan in de zoutpot. Oh, dan heb je gepeperd zout. Nee, dan blijft hij langer goed. Oh. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het altijd wel grappig dat hij doet, maar ik heb het al eerder geprobeerd. Ik vind het niet echt werken. Dat zeg ik eerlijk. Maar goed, ik doe het wel. Grappig joh. En dan de courgette als laatste. Ook in kleine blokjes. Het begint al heel lekker te ruiken. Ja, hè? Ja, ik dacht dat ik geen honger had, maar ik vergis me. Ja, zo gaat dat dus, Max. En er zitten nog niet eens kruiden op. Alleen nog maar zout en peper. De kruiden. 1/2 theelepeltje. Niet te veel. En nog een teentje knoflook. Nou, dat is een heel klein teentje. Dus doen we er 2. En dan even laten pruttelen. En ondertussen wordt die couscous gaar. Hoe lang moet dat, die couscous? Nou, 10 minuutjes bellen. Niet het wel goed hoor. Kijk, dit moet even lekker zo een beetje gaar worden. Ik snijd nog een paar tomaatjes op en dan komt er ook weer wat vocht vrij. Dat is ook lekker. En dan gaat dat hele zwikkie met die falafel door de couscous. Het zijn er 16. Dat vind ik een beetje veel. 16 balletjes? Per persoon. Oh ja, dat is wel een heleboel. Dus ik... Wat dacht je van 4 per persoon? Ja. Ik weet niet eens of het wel lekker is. Nou ja, je kan ze er ook zo uitwippen als ze niet lekker zijn. Dan weten we dat. Je kan ze ook zelf maken, maar het is natuurlijk wel een beetje een gedoetje. Aan de andere kant, als je gehaktballen maakt, kun je ook falafelballetjes maken. Ja. Definitely. Even doorwarmen, een paar minuutjes. Is het al wat? Ja, lekker. Ruikt lekker ook, hè? Oh, ja, dat ruikt heel goed. Kijk, de couscous. Ieder een halve avocado. Even losgeroerd, een beetje lekkere olie erop. En ik doe een paar olijven, maar de cameraman houdt daar niet van. Dus die krijgt ze niet. Oh. Hij heeft namelijk net aangeboden. Zal ik voor je koken? Ik zei, ja, dat is leuk. Dat film ik. Maar ja, toen zag hij toch niet zo zitten. En nou lelijk lopen doen over mij? Nee, ik vind het juist heel lief. Maar goed, bijna klaar. Couscous verdelen. Nou, je denkt dat je niks hebt. Maar dit is echt genoeg hoor. Voor 2 personen. Ik vind couscous is altijd... best wel vullen, maar je bent er ook vrij snel weer genoeg. Dat is met rijst. Ja. Dat je s'avonds denkt van nou, ik zou eigenlijk nog best wel even een hapje willen, zo zeg. Dan heb je gelukkig pinda's. Ja. En appels. En chocolade. Wat erop, okay. Wat erop leven. Smarty Marty. Daar gaan we zien. Oh, dat ruikt echt heel lekker. Drie. Ik kan zeggen. Oh, je bent een bal afgedeeld. Klopt niet, ja. Mm. Het is dan zo'n mooi kleurig geheel te scheren. Op dat fantastische bord. Ja, het ziet er leuk uit. Dat moet ik wel zeggen. Een kleurrijk bord voor kleurrijk type. Kleurrijk type bedoel ik. Oh. Kleur. Nou, het is lekker geroosterd. Het ruikt heerlijk. Avocado erop. En wat ik dan ook nog heel even ga doen, als u nog even één momentje hebt, nou, cameraman. Het water loopt nu zo langzamerhand langs mijn schoenen, maar... Lekker hè, als je dan trek hebt hè. Ja. Nou, het is een heel gezond maaltje jongens, er zit van alles wat op. En het ziet er ook nog eens geweldig uit. Een beetje citroen zat ik te denken.
Oh, dat maar dat zie je niks van. Dan ga ik vast kijken hoe het eruit ziet. Ja. Dat wil ik. Oh. Een beetje peper nog. Ook nog. En dan is het gewoon klaar. En het gaat best wel snel. Dus lekker makkelijk, jongens, ja, om het op te maken. En het is niet zo zwaar voor je ingewanden. Heerlijk weer. Ik denk het. Hopelijk vonden jullie het leuk. Bedankt voor het kijken. En een hele fijne Koningsdag gewenst. Ja, en met veel... Tophoezen, precies. 5000 en van ons allebei een hartelijke groet. Tot de volgende keer. Doeg.